We zijn alweer halverwege de eerste seizoen zelf. Dat gaat snel weer, hè? Ja, we hebben tien wedstrijden in de benen. Dus uh, ja, inmiddels alweer een paar maanden bezig met de voorbereidingen bij. Dus uh, ja, we zijn, uh, we zijn onderweg. Ja, nog altijd goed naar je zin? Jazeker, een um, goede staf. Uh, 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 goed in de kwaliteit, maar ook uh, in, uh, in de gezelligheid, in de sfeer. En uh, ja, uiteraard met de spelersgroep ook uh, uh, een mooie stap gemaakt uh, door, door de overwinning afgelopen weekend. Uh, waardoor we op een mooie uh, gedeelde uh, vijfde plaats staan. Een gedeelde vijfde plek dus. Is het dan logisch om te zeggen dat de trainer sowieso tevreden is, of zijn er echt nog wel dingen waarvan je zegt die moeten echt beter? Nou, ik denk dat we, dat we er best wel aardig voor staan. En, uh, we, we hebben net een uh, nabespreking gedaan van de wedstrijd en daar halen we elke keer uh, halen we daar weer punten uit waarvan we denken van nou, dit, uh, dit moeten we nog met elkaar verbeteren, zowel in het verdedigen als in het aanvallen. Dus ik denk dat dat uh, uh, ook ons, uh, ons doel is om, om steeds beter te worden. De spelers willen ook steeds beter worden, individueel, maar ook als team. Dus uh, ja, er, er valt altijd wat te sleutelen. Ja, dan is het misschien nog wel de grootste smet op dit moment. Dat je best wel veel geblesseerd hebt. En nu natuurlijk ook nog een speler die er geschorst bij is. Uh, daartegenover staat wel dat je met Jean-Paul ja de groep iets groter is op trainingen in ieder geval. Wat is uh, zijn status op dit moment? Hij traint op dit moment gewoon mee. Uh, en om uh, um fit te worden. En uh, nou, de, hoe, hoe dat er daarna uit gaat zien, dat, uh, ja, dat zal, dat, daar zal snel uh, wat meer duidelijkheid over komen. Maar het is voorlopig uitsluitend om zijn conditie op peil te houden. Ja. Oké, okay. uh, ja, je zijn natuurlijk zelf wel eens weer goed naar uh, die zegen op R.C.C. Merkte je ook dat je je elftal echt snakte naar een overwinning? Nou, weet je, we hebben natuurlijk best wel een, een aantal uh, uh, lastige tegenstanders gehad. Hè? Dus in die, in die zin, uh, kijk, Excelsior hoef je niet te verliezen uh, en, en verlies je in de laatste minuut. En uh, PSV uh, komt daarna. Weet je dat je die ook uh, uh, ja, dat je die kan verliezen? Ik uh, nou, denk dat we daar best een goede eerste helft speelden. Ja, en dan komt Go Ahead uit. En daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor. Dan spelen we ook gewoon een, een uitstekende, nou, ik vind het een uitstekende eerste helft. En uh, dan belonen we onszelf niet. Um, uh, en dan, dan wordt het uiteindelijk 0-0. Dus dan, ja, dan heb je eigenlijk uh, over die drie wedstrijden heb je niet een geweldig gevoel qua punten. Maar wel qua, qua spel. En ik denk dat daar begint het wel altijd mee. Hè? Dus soms dan pak je de punten nog niet. Uh, in die zin nog, nog geen overwinning. Maar voel je wel dat je als, uh, als groep aan het groeien bent. Dus daarom uh, ben ik trots op het ploegje dat we de, de, de wedstrijd tegen RKC winnen. Waardoor je ook uh, de, de beloning krijgt van uh, de groei die je met elkaar doormaakt. En, uh, ja, dat is de, en, en dat je dan een beloning krijgt met drie punten. Ja, nu staat er een drukke week op het programma met een weekwedstrijd tegen ja. Vogels uh, morgen al, en zondag de wedstrijd tegen Almere City. Hoe ziet zo'n uh, week eruit? Ja, dat is even wat, wat, wat draaien met elkaar. Dus wij uh, zijn heel erg gewend, in ieder geval met staf, om uh, een nabespreking te doen. Om uh, een, uh, een, een analyse te maken van een tegenstander die met de groep te bespreken. Dus die hebben we vandaag bijvoorbeeld gekoppeld. Ze dus we hebben zaterdag gespeeld, zondag waren we vrij. Uh, maandag uh, hersteltraining voor de basis. Uh, Degenen die uh, niet of minder hebben gespeeld, die trainen wel gewoon. Nou, vandaag uh, eigenlijk gecombineerd uh, de tactische training met, uh, met ook nog een stukje nabespreking uh, uh, van RKC. En, uh, ja, dan ga je de wedstrijd in morgen en dan uh, zijn we uh, donderdag vrij. En dan gaan we vrijdag en zaterdag uh, weer voorbereiden op, uh, op de wedstrijd tegen Almere. Dus dat is, ja, dat is continu ook draaien met nabespreken, voorbespreken, nieuwe ta ja, de, de tactisch trainen. De groep die niet gespeeld heeft, uh, moet wel gewoon uh, in, in de minuten komen om te trainen. Dus ja, je krijgt in zo'n week krijg je best wel uh, uh, een aantal spelers die, uh, die een ander trainingsprogramma hebben dan, een, uh, de, dan, dan, de, dan de basis die gespeeld heeft. En dit is voor jou natuurlijk sowieso een bijzondere week, omdat je tegen twee clubs speelt waar je ja, als speler hebt gespeeld bij IJsselmeervogels. en als uh, trainer actief bent geweest bij Almere City. Ja, klopt. Um, ja, eerst IJsselmeervogels, inderdaad, daar ben ik uh, de bankspeler geweest. Vier jaar gespeeld, uh, mooie tijd gehad, aanvoerder geweest. Uh, net geen betaald voetbal, maar ik denk dat als je in die tijd keek, hadden we met dat ploegje best wel in de, uh, in de uh, KKD kunnen spelen. Maar uh, ja, het was gewoon amateurvoetbal, dus dat moeten we ook niet, uh, moeten we ook niet groter maken dan dat het is. Uh, maar uh, in ieder geval een mooie, een mooie periode meegemaakt. Ja, want je, hebt, uh, je bent ook nog eens al geheel landskampioen geweest toen. Ja. Ja, dat was een mooie tijd. Dat was nog even de tijd voor de divisies zoals we ze nu kennen. Dus het uh, ouderwetse amateurvoetbal met uh, drie uh, hoofdklasses op zaterdag en drie op zondag. En uh, drie jaar achter elkaar uh, in ieder geval de afdelingstitel gewonnen. De zaterdagtitel twee keer gewonnen en inderdaad één keer de algehele titel. Ja, en toen zag je de loting dat uh, eind september dat Sparta gekoppeld werd aan IJsselmeervogels. Wat dacht je toen? Nou, dat was wel grappig. Ik, uh, ik lag een beetje op tijd op bed. Dus ik had de loting uiteindelijk niet gezien. Ik dacht, dat zie ik morgen wel. En uh, toen uh, werd ik wakker s ochtends en toen zag ik, uh, geloof ik, 60 appjes. Uh, dus dat waren vooral mensen uit, uh, uit, uh, uit Bunschoot-Spakenburg die uh, mij erop attendeerde dat het een supermooie wedstrijd was. Dus uh, ja, dat, was, uh, dat, dat is inderdaad een hele, hele bijzondere loting. Ja, kom je morgen dan nog veel oude, oude bekenden tegen? Ja, want uh, eigenlijk het kampioensteam van uh, toen, waar, uh, die, die zijn allemaal uh, uh, samengekomen. Die eten eerst een hapje van tevoren en die zitten allemaal op de tribune. Dus uh, uh, het is ook een soort van reunie waar, waar ik op het veld sta. En ook de assistent uh, van IJsselmeervogels, uh, die zat ook in dat team. Dus, in dat opzicht uh, ja gewoon een, bijzo een bijzonder avondje. Precies, maar jij zou het eten misschien moeten missen, denk ik. Hè? Ik ben daar niet bij. Nee, dat dacht ik ook. Weet je nog, is IJzermeervogel gewoon een club die je nadrukkelijk volgt? Ja, dat is ook gewoon omdat dat een oud ploegje van je is. Uh, en, uh, de, je, je kan daar niet vaak kijken omdat je zelf moet spelen. Maar, maar je, je volgt ze uh, nadrukkelijk. En vorig jaar was, uh, was het voor IJzermeervogels uh, ja, toch wel een uh, heel, heel matig seizoen met een degradatie. En ik ben blij voor ze dat ze weer. Uh, Meedingen in de derde divisie voor, uh, ja, voor de bovenste plek, staan nu boven, bovenaan. Dus uh, dat is ook niet uh, zomaar een, uh, een ploeg die, uh, die je kan onderschatten. Dus uh, ja, dat hebben we onze, onze ploeg wel uh, benadrukt. In tegenstelling tot uh, alle andere tegenstanders, zie je juist de meer niet hè, wekelijks op tv voetballen. Hoe kan je je dan voorbereiden op deze ploeg? Um, uh, gelukkig hebben we een, uh, een video die zijn ingangen kent, dus we zijn zeker aan beelden gekomen. En um, ja, dat helpt altijd. Hè. Er zijn altijd mensen die zullen zeggen: joh, uh, moet je dat nou zo, net zo, zo aanpakken als, uh, als een uh, wedstrijd in de eredivisie? Ja, ik, ik vind dat je je wel goed vo moet voorbereiden, want er zijn genoeg voorbeelden geweest van ploegen die uh, in de eerste ronde eruit liggen tegen amateurs. Uh, dus je, er is altijd sprake van uh, een, een amateurclub die uh, tot het gaatje wil gaan, uh, thuis uh, mag spelen, uh, s'avonds, uh, uh, met het publiek achter hen. En, uh, die, 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 die zullen volle bak gaan. Dat heb ik zelf ook meegemaakt, ook van uh, profs gewonnen. Uh, ja, en nu uh, is, het, is het verhaal andersom. Wij moeten zorgen dat we uh, met Sparta gewoon een goede wedstrijd uh, op de mat leggen om, ja, om niet in de problemen te komen en die wedstrijd gewoon naar ons toe te trekken. Dus ik, ik vind dat we ons gewoon heel goed voor moeten bereiden. Want hoe kijkt deze trainer naar het bekertoernooi? Ja, ze zeggen altijd: het is de kortste weg naar Europees voetbal. Hè? Nee, zonder <laughs> gekheid. Maar ja, ik, de, ik vind het ook belangrijk om uh, deze wedstrijd goed te benaderen. We willen met elkaar ook uh, uh, ver komen in de beker. Um, ja, en daar moet je ook een beetje geluk mee hebben. Met uh, tegenstanders die je loopt. Uh, vorig jaar hadden we PSV. Ja, dat, uh, ja, die kan je verliezen. Daar uh, waren we heel dichtbij. Um, maar dat is wel uh, dat is de realiteit. Dus je moet ergens een beetje geluk hebben met de loting. Uh, maar deze ronde ja, moeten we gewoon uh, overleven met uh, een wedstrijd tegen, tegen IJsselmeervogels. Tot slot is het natuurlijk ook wel gebeuren dat er vaak uh, spelers die wat minder speeltijd krijgen... Uh, de kans krijgen in zo'n wekenwedstrijd. Is dat morgen ook aan de orde? Nou, de groep is niet zo heel erg breed op dit moment. Dus uh, zoveel, uh, we kunnen niet heel veel uh, keuzes maken. Maar ik, we, we, we kiezen er wel voor om uh, uh, met een groot deel van de, van de basis te spelen, ja. Bedankt en uh, succes ja, morgen. Dank wel.